Ik weet het even niet meer. Is dat een gevoel dat je herkent bij jezelf? Dat je af en toe geconfronteerd wordt met niet weten? Als ik iets niet weet, zoals in dit geval, ik weet niet goed hoe ik de kwaliteiten die ik heb en met wat ik kan en met wie ik ben, mijn werk bij jou brengen, bij die persoon die het nodig heeft. Ik ben niet per se de beste verkoper, ik ben ook geen marketeer. En als ik de marketeers van deze moderne wereld, deze online wereld mag geloven, dan is er van alles die ik moet doen. En heel veel van die zaken vind ik eigenlijk niet leuk. En laat het me zo zeggen, ik zou liever iets anders doen. Wat ik nu doe, vind ik wel relevant. Dit delen met jou, iets delen over mijn leven, inspireren. De juiste toon vinden voor een advertentie, de juiste toon vinden voor een tekst, dat zal harder werken en minder leuk. En die voldoende herhalen, zodat die bij de juiste mensen uitkomt en daar dan ook nog eens energie, tijd en centen in stoppen, dat is nog veel minder leuk. Niet dat ik het niet kan. Want als ik me laat adviseren, dan zijn de meeste mensen die met social media bezig zijn toch wel verwonderd dat ik er wel heel veel van ken. Dat ik precies wel weet hoe ik alle knopjes kan instellen. Maar op de een of andere manier werkt het niet voor mij. Dus weet ik het even niet. En dat is niet de eerste keer dat ik het niet weet in mijn leven. Ik heb wel geleerd om te gaan met niet weten. Voorheen verviel ik vooral in heel veel doen. Een nieuwe website, een nieuw programma, een nieuwe manier, een nieuwe methodiek, een nieuwe cursus volgen, een nieuwe opleiding volgen. Doen, 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 in de hoop dat dat iets oplost. En soms helpt het een beetje, heeft het een nieuwe impuls. Maar ten gronde verandert er heel weinig. Het is door te durven stilstaan in niet doen, in niet weten, dat er iets naar boven kan komen. Ik gebruik daarvoor een proces van aandacht, je focus houden op wat er te voelen is aan emotie en me laten leiden door die emotie naar de oorsprong van die emotie. En waar ik vandaag op uitkwam, was op de manier waarop ik keek, letterlijk. Mijn rechteroog heeft een afwijking en die kijkt zo'n 20 meter naar links en 2-3 meter naar beneden, terwijl mijn linkeroog naar voren kijkt. En toen ik klein was, dan kreeg ik een lap voor mijn oog, mijn goede oog, om het minder goede oog te oefenen. Men had niet helemaal door dat het probleem niet enkel in de ogen zit, maar ook in de ontwikkeling van het brein. Als de ogen afwijken, dan helpt dit soort oefening niet, integendeel. Het zorgt voor heel veel spanning in het brein. Een gevoel van onvermogen, een gevoel van onmacht. Precies datgene wat ik vandaag ook heb ervaren in het niet weten. Waar ik bij ben gekomen is wat ik toen nodig had, was een mentor. Een mentor die mij had kunnen duidelijk maken dat je kunt zien zonder te kijken. Dat je niet per se fysieke ogen nodig hebt om iets waar te nemen. En dat er
meerdere zintuigen zijn om een beeld te vormen van de werkelijkheid. En dat is iets wat ik uiteindelijk op mezelf over de jaren heen heb ontwikkeld. Ik heb anders leren kijken en vooral leren voelen en meer ruim leren waarnemen. En dus eigenlijk al mijn zintuigen optimaal inzetten om op te sporen wat er aan de hand is. Als ik werk met iemand of als ik werk met groepen, is dat een zeer handige tool. Omdat het me, omdat wat ik zie, of wat er te zien is, mij minder meeneemt. Alsof ik minder de illusie van wat er te zien is geloof, en meer ben gaan vertrouwen op de andere zintuig. De sixth sense. Ik zou het niet buiten zintuigelijk noemen, behalve dan dat het misschien meer een samenwerking is van alle zintuigen. En dat heeft me geholpen om doorheen het leven te bewegen, heeft me geholpen om mijn sensitiviteit te ontwikkelen. Dat is niet per se een zegen in deze wereld. Want hoe sensitiever je bent, hoe meer er te voelen is. En hoe intenser de pijn is die je kan waarnemen als er bijvoorbeeld geen verbinding is. Hoe intenser het is om de pijn van andere mensen waar te nemen. Niet dat ik hun pijn voel. Maar als je sensitiever wordt, dan is er meer mededogen. Dan is er meer het vermogen om mee te voelen. Op zijn minst je in te voelen en te beelden hoe het zou zijn om daar zelf doorheen te bewegen. En als je minder die gevoeligheid ontwikkelt, dan is het iets makkelijker om in deze wereld waarin dat het niet verbonden zijn, het niet verbonden zijn met je lichaam, het niet verbonden zijn met de natuur, het niet verbonden zijn met anderen, het niet verbonden zijn met het grotere geheel, meer en meer de norm is. Want we leven in een wereld die alles digitaliseert, die alles normeert, die alles cijfermatig probeert te bepalen. En het spijt mij, maar er zal mij niemand kunnen overtuigen dat er ook maar één AI bestaat die in staat is om een gevoel te analyseren. Een gevoel nabootsen, ja. Een gevoel beschrijven, ja. Het denken die ermee gepaard gaat, ja. De echt unieke menselijke kwaliteit van bewust gewaar zijn, nee. We zijn geen machine. We zijn heel veel meer dan dat. Er is dus een soort algemeen geloof in het disconnecteerd zijn is normaal. Terwijl dat bijna alle mensen die uiteindelijk bij mij terechtkomen, of het nu is voor pijn in het lichaam, of pijn in hun wezen, in de manier waarop ze in het leven staan en wel of niet om kunnen met de wereld van vandaag, maar ook wel of niet om kunnen met hun eigen verleden, met de emoties die daaruit voortspringen, met de manier van naar zichzelf kijken. Of zoals ik zelf heb meegemaakt, die in mensen die met een trauma zitten. Trauma is per definitie een disconnectie. Er is geen verbinding meer. En die verbinding herstellen is wat helpt om het trauma op te lossen, om terug letterlijk verbonden te zijn met wie je bent en
Dat is wat onze biologie, onze ganse neurobiologie, verwacht. Dat is wat de neurobiologie van een Homo sapiens verwacht. Die verwacht verbinding. Die verwacht dat als er een ervaring is, dat er iemand is die het delen van die ervaring kan ontvangen. Dat er iemand is die, als we te emotioneel zijn, waar we bij terecht kunnen om terug bij onszelf te komen, terug rust te vinden. Dat is wat elk kind verwacht als het geboren wordt. Dat er volwassenen zijn, niet één, niet twee, meerdere volwassenen zijn, die voor elke specifieke situatie meer ideaal zijn om terug gereguleerd te worden. Als er al iets is wat ik echt goed kan, dan is het iemand anders, en dus ook mezelf, ondersteunen om gereguleerd te worden. Om helemaal te accepteren wie ik ben en wie jij bent. Om toe te laten dat er gevoeld wordt wat er te voelen is. Om toe te laten dat er is wat er is en dat je bent wie je bent op de manier die bij jou past. En dat je daar uitdrukking heeft op een manier die bij jou past. Ik ga deze video gewoon op YouTube gooien. Als die jou raakt, als die jou inspireert, laat het mij dan weten. Ik ben er. Je kan delen wat je te delen hebt, of je kan je vragen stellen. En dan zien we wel wat daaruit voortkomt. En alles wat ik hier vertel, in de laatste 10 minuten, komt voort uit niet weten. Uit toelaten niet te weten. Uit toelaten niet te weten en te verbinden met wat ik voel over mezelf, in mijn lichaam. En ik ben er diep van overtuigd dat dit een kwaliteit is die ontwikkeld kan worden en ontwikkeld moet worden als je je helemaal verbonden wil kunnen voelen. Als je wil schenken aan jouw neurobiologie wat het eigenlijk verwacht. Waardoor je vanzelf je terug beter voelt. Meer leven voelt, meer vreugde voelt, meer vervulling voelt. Net zoals ik op dit moment. Door dit te delen. Op dit moment met jou. Een virtuele persoon die ik aankijk doorheen de lens van de camera. En mij in te beelden dat daar iemand is die luistert. Daardoor alleen al voelt mijn ganse neurobiologie zich beter. En voel ik me als mens beter. Meer gezien, meer mens. Dankjewel om te luisteren. En wie weet, tot binnenkort.